Wat houdt het ontbijt eigenlijk in? Het is een, wat wij noemen een vredesontbijt. Het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. En landelijk worden een aantal maaltijden georganiseerd door het, eigenlijk, vanuit het initiatief van de V-fonds. Hebben we ons bij aangemeld. Helaas geen subsidie gekregen. We hebben gezegd, we gaan wel door met ontbijt. Dus wij in plaats van maaltijden hebben we gezegd, we maken er een vrijheidsontbijt van. Dus vandaag vrijheidsontbijt. Nou, het is vandaag bevrijdingsdag, dus vrijheidsontbijt. En we zijn nu met de tweede ronde bezig. We hebben de eerste ronde gehad om 9:30. En we zijn nu bezig met de tweede ronde om 9:30. Dus nou, je ziet het, we hebben een redelijk volle zaal met gasten die nou, dankbaar gebruik maken van een gratis ontbijt. Ja, we hebben bijna een volle bak. Maar als er nog meer mensen zich aan zouden melden, waar ga je dan naartoe met al die mensen? Nou, dat zou nog mooier zijn als er nog meer waren. Helaas niet het geval. Maar goed, we zijn blij dat deze mensen nu zijn. Gasten ontvangen, maar we hebben inderdaad voldoende ruimte. We hebben een ruimte in het museum zelf. We zitten nu in de hal van het museum, zeg maar. Maar we hebben nog ruimte op het, wat wij noemen het Vrijheidsplein. Dat is ook een horecagelegenheid in het museum expositie zelf. We hebben een leslokaal. Dus we hebben op zich nog voldoende ruimte voor meer mensen als die zouden zijn gekomen. Er zijn hier ook een aantal mensen in een beetje oorlogsgebieden heb je nou. Maar komen die hier ook op het ontbijt af? Of is dat alleen maar Nederlandse mensen wat hier komen? Nee, iedereen is welkom. We hebben net via Facebook en website en de landelijke of de lokale media wat aandacht aan besteed. Op dit moment, wij hebben eigenlijk allemaal Nederlanders hier gehad. Maar uiteraard was iedereen welkom. Dus als mensen, zijn vluchtelingen of asielzoekers of mensen van de Oekraïne, die waren uiteraard welkom. Dus eigenlijk, ja, iedereen is welkom. Alleen, ja, mensen wat we op dit moment hebben, is inderdaad vooral mensen hier uit de omgeving. Een aantal toeristen zijn er ook hier geweest. Dus nou, we zijn blij in ieder geval dat we deze groep nu hebben. Nu hebben jullie dit jaar voor de eerste keer een ontbijt gedaan. Wordt dat volgend jaar herhaald? Nou, dat weet ik niet. We zijn wel bezig, want volgend jaar dan is het 80 jaar vrijheid. We zijn nu bezig ook met andere organisaties om te kijken wat we volgend jaar gaan doen. Volgend jaar is het natuurlijk wel een 80 jaar nogmaals. En dus, ja, er zullen waarschijnlijk wat grotere evenementen organiseren. Want ook de gemeente is daarmee bezig, samen met een aantal andere organisaties. Om inderdaad iets groots neer te zetten in Nijverdal, Hellendoorn, om in ieder geval in de gemeente Hellendoorn. We zijn er volop mee in voorbereiding, maar het idee is wel om daar volgend jaar expliciet heel veel aandacht aan te besteden.